Het is dinsdag 3 januari in Londen. Ik ben nu op de Queen's Club, de beroemde club waar ook het tennistoernooi van Queen's wordt gehouden. Ik ben op het laatste moment uitgenodigd voor de World Series Finals. Een zeer prestigieus evenement waar alleen de beste 8 spelers ter wereld aan meedoen. Ik stond nummer 10 op de lijst, tweede reserve dus, maar op het laatste moment trokken Rami Ashour zich terug en Matthew. Waardoor, wat dus eigenlijk betekende dat ik hals over kop naar Londen moest vliegen om te spelen. Ik ben zeer vereerd om te mogen spelen. Die woorden zijn heel vaak gesproken en hebben misschien een beetje hun betekenis verloren, maar ik meen het echt, het was al een droom vanaf mijn 18e toen ik in Engeland woonde. En ik zag die gasten elke zomer de beste 8 spelers die Super Series Finals tegen elkaar spelen. Dus het is een bijzonder moment voor mij dat ik 10 jaar daarna gewoon in dit evenement sta. Ik ben niet in een zeer gevaarlijke vorm, moet ik zeggen, want ik was natuurlijk gewoon bezig met kerstvieren. Ik kreeg in één keer een telefoontje en ik heb mijn bierglas neergezet en ben gaan hardlopen en gaan trainen. Dus ik ben super blij hier te zijn. Ik mag morgen tegen Gregory Gauthier om 8:30 mijn eerste poolwedstrijd spelen. Jongens, ik hou jullie op de hoogte. Hoi.